Het is woensdag 25 november 2020. Rechtstreeks vanuit het Openbaar Vervoermuseum in Den Haag is dit MRDH Live. Ontzettend fijn dat je kijkt, dat je bij ons bent. Een andere manier dan we dat natuurlijk de afgelopen jaren met jou hebben gedaan. Maar het wordt echt een mooi programma. Nou, net in de aankondiging zag je al de thema's van vandaag bijkomen. Wie nog niet van mij zag komen, is onze gastheer van vandaag, burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Welkom in dat prachtige trammuseum, het Openbaar Trammuseum in Den Haag. Ja, voor mij een geweldig dat ik jullie welkom mag heten. Voor de allereerste keer. Ja, want er staat hier nu al een hele trotse burgemeester. Die natuurlijk van alles weet over regionale samenwerking. Natuurlijk in Utrecht ook gedaan. Ook als voorzitter van de VNG. Ja. Maar nu dan vanuit de MRDH. In Den Haag zijn we en met die 23 gemeenten in die metropoolregio echt geweldig. Samen met de kennisinstellingen. Met al die bedrijven. Met geweldige collega's. En ik vind het mooi dat jullie hier zijn. Het is jammer natuurlijk dat het niet live kan. Want dat vind ik wel het allerleukste om te doen. Met mensen er zijn en dan te spreken over de toekomst van onze regio. Ja, nou, die thema's komen vandaag voorbij. We gaan het dus hebben over hoe gaan we ons nou uit die crisis investeren door innovatie. Ja. We gaan het hebben over leven lang ontwikkelen. Over kansen die er ook liggen op het gebied van mobiliteit. Ja. Nou, daarom zijn we natuurlijk ook op deze plek. Zeker. Natuurlijk ook een belangrijke rol die de MRDH heeft. Hoe is het in Den Haag? Nou, ik vind het veel mooier dan ik nog wist en dacht. Hè. Je leest altijd over andere steden of over plekken waar je nog nooit geweest bent. En dan krijg je daar beelden bij. Maar als je er echt fietst, als je er echt werkt, ja, dan wordt het, ja, blijkt nu nog veel mooier te zijn. En dat ook die samenwerking, waar we toen ik in Amsterdam-Amsteland werkte, in een Utrechtse regio, keken we altijd jaloers naar de MRDH. Hè. En nu kan ik het van binnenaf zien en ik zeg tegen Utrecht en Amsterdam, dit is een geweldige regio. En je zult toch maar samen mogen werken met Rotterdam en met die andere 21 gemeenten. Want samen met Den Haag zijn er 23. Ja. Dus echt, ik vind het mooi. En we zullen ze een poepje laten ruiken. Overigens, één Nederland, één West-Europa. We doen het natuurlijk samen, want landsgrenzen zijn ook heel betrekkelijk. Maar de gedachte is wel, hè, als het dan goed gaat in de MRDH, dan gaat het ook goed met de rest van Nederland. Zeker, en omgekeerd ook. Hè? Ja. Omgekeerd ook. Dat zijn communicerende vaten, maar het is een unieke regio. 2,4 miljoen inwoners in die 23 gemeenten. Zoals hier wordt ook heel veel brood verdiend, hè, voor heel veel mensen. En ik zie hier ook wel heel veel vitaliteit. Ik snap dat mensen somber zijn. Ik snap dat het veel te lang duurt. Zeker als je ondernemend bent en je vleugels wil uitslaan. Als je jong bent. Maar aan de andere kant zie ik ook veel veerkracht. En ik hoop dat we ook vanmiddag weer peuteren aan die creativiteit en aan die vernieuwing die steeds nodig is. Gebruik het maar als kans, deze ellende. Ja, wat een mooie oproep, hè? Om dus creatief met de situatie om te gaan. En om ook dus door innovatie te benutten, te herontdekken misschien wel op sommige fronten. Om ons langzaam uit de crisis te investeren. Waar ligt nou de grootste behoefte van de regio op dit moment? Nou, ik zou zeggen, bestrijd die crisis. We moeten eerst die crisis overwinnen. Dus hou je in, gedraag je, hou je aan de maatregelen. En ondertussen hou vol en vind je weg. En weet dat je in deze regio gesteund wordt door heel velen. En dat heel veel dingen hier konden. En ik ook zeker weet dat er heel veel dingen kunnen. En ik hoop ook dat we steun krijgen van dit kabinet en het volgende kabinet om onze opgave te kunnen doen. Dat is een mooi bruggetje. Zometeen horen we minister Hoekstra over het Groeifonds. Dus daar gaan we natuurlijk ook aan tafel met onze gasten over hebben. Maar nog één dingetje terug, want ik hoorde u ook zeggen, en dat was denk ik toch een beetje meer de burgemeester die sprak. Hou je nou in? We gaan natuurlijk straks een oud en nieuw meemaken. De Hagenezen, de Hagenaars in de zaal, die weten al dat het leuk zo'n interview, is. Hè? Leuk zo'n interview, hè? Kijk. Hoe kijk je naar 31 december? Nou, het is een complex oud en nieuw. Mm-hmm. Want er zijn nu drie dingen komen samen. En dat is niet alleen maar vreugde. Dat is de crisis en de ergernis en de opgekropte van we willen nu een keer even wat laten zien. Twee, het vuurwerkverbod. Ja. Ja, dat wilden heel veel mensen al, maar we doen het nu voor het eerst. Dat is ook spannend, dat komt dan ook samen. Dus je mag hier geen vuurwerk afschieten, niet eens karbiet, althans niet in mijn gemeente. Nee. En de traditie. Want in deze prachtige stad en deze prachtige regio is de vuurwerktraditie, laat ik het zeggen, rijk. En zijn er heel veel betrokken mensen. Maar wees nou verstandig. Rotzooi maken, geweld heeft helemaal geen zin. Probeer in eigen kring dingen te doen. We gaan natuurlijk met z'n allen proberen toch nog dingetjes mogelijk te maken. Maar het zal zeer beperkt zijn. En wat dat betreft heb ik wel alleen maar teleurstellende mededelingen. Maar ik ga ervan uit dat we verstandig zijn en dat we het nieuwe jaar met nieuwe perspectieven kunnen beginnen zonder al te veel ellende. En zonder dat er één extra ziekenhuisbed
Gevuld wordt door iemand die auto wil. Ja, heel goed. Het is een ingewikkelde periode, kan ik me voorstellen. Een uitdagende periode om nu die wissel te maken. Om nieuw ergens in een gemeente binnen te komen. Ook om nieuw binnen te komen in de MRDH. Natuurlijk een mooi duo-voorzitterschap met Amit Aboutaleb. Zeker geweldig. Ja. Maar er zijn meer collega's. Er zijn veel meer collega's. Ja, goed. Je wijst dan naar de tafel. Die ga ik zo meteen introduceren. Dus het is ook een beetje een warm bad om hier in Den Haag. Nou, dat vind ik sowieso. Kijk, ik zal van mijn hart geen moord gaan maken. Het was ingewikkeld om van Utrecht afscheid te nemen. En zeker als niet eens je vader en moeder mogen komen. Er mocht niemand komen. Het is ook ingewikkeld in een nieuwe stad te komen. Terwijl je met mensen, met ondernemers gewoon wilt spreken. Ja, dat kan allemaal nauwelijks. Nou, toen leek het in de zomerperiode weer iets beter te gaan. Ik ben in twee stadsdelen officieel. Ik ben overal geweest, maar officieel in twee stadsdelen. Ik heb er nog 6 te gaan. Toen kwam de golf, de tweede golf. Ja, nou sta ik weer stil. En dat vind ik heel erg vervelend. En dit vind ik best leuk hoor. En we kijken misschien wel veel meer mensen dan als het live zou zijn. Maar ik zou het nog veel leuker vinden om u echt te zien. Ja. En u ook dit te laten zien. Deze mooie plek, nou, dat gaan we een volgend jaar. Volgend jaar is het natuurlijk weer een bijeenkomst. Dan is er waarschijnlijk wel weer een andere gastgemeente. Maar daar ben je zeker van de partij. Dank voor deze woorden. Ook dank voor het hier naartoe komen. Want er is gewoon gemeenteraad vandaag. Ja, we zijn om 10:00 begonnen. Ja. En het is een dagvullend programma. U kent de Haagse tradities ook wat dat betreft. De wethouder op tijd terugkomen. Ja. We gaan het maar niet hebben over de toestanden in de Haagse Raad. Die hebben in ieder geval een hele sterke voorzitter aan het roer. Jan van Zanen, veel dank voor de komst en succes met de vergadering verder. Ja. Jullie goed event, hè? Dag! Dat is meneer Van Zanen. Blijf nog heel even bij ons. Want wat we gaan doen is kijken naar een filmpje. We hebben namelijk Wopke Hoekstra gevraagd om een mini-college voor u te geven van 3,5 minuut. En dat geeft stof tot verder praten zo meteen met een geweldige tafel vol interessante gasten. Eerst de boodschap van Wopke Hoekstra. Dames en heren, sterker uit de crisis komen. Kansen benutten. Voor dat perspectief hebben jullie vandaag gekozen. En ik waardeer enorm de veerkracht die daaruit spreekt. Je niet uit het veld laten slaan. De mouwen opstropen. Met verenigde krachten werken aan herstel. Dat is wat we in Nederland nodig hebben. Vooral in de enorme storm waarin we ons op dit moment bevinden. Want laten we daar niet omheen draaien. De coronacrisis heeft een enorme impact op ons land. Ook in jullie regio. In de eerste plaats op de gezondheid. Het sociale leven en het werk van de 2,4 miljoen mensen die in jullie regio leven. Maar ook de economische gevolgen zijn immens, nu en in de komende jaren. Om dit te boven te komen, om hier sterker uit te komen, hebben we met elkaar een ongekende klus te klaren. Daarvoor is creativiteit nodig, aanpassingsvermogen, innovatie. Juist nu is het essentieel dat we als kennisinstellingen, bedrijven en overheden onze krachten weten te bundelen. Als dat lukt, dan is er heel veel mogelijk. Daarvan ben ik overtuigd. Want het zijn de wetenschappers die de innovaties van morgen bedenken. Het zijn de bedrijven die nieuwe technieken en toepassingen op de markt brengen. En het is de overheid die hiervoor ruimte kan bieden. Met financiële middelen, maar ook door te zorgen voor een gunstig innovatie- en vestigingsklimaat. Nieuwe wegen vinden om onze economie te laten groeien. Dat is ook wat we als kabinet beogen met de oprichting van het Nationaal Groeifonds. Juist ook met het oog op de verdere toekomst. Als we kijken naar de wereld over 10, 20 of over 30 jaar. De wereld van onze kinderen en kleinkinderen. Want ook voor hen willen we een land waar het goed leven is. Waar voldoende werk is, voldoende gezondheidszorg, onderwijs en een goede leefomgeving. Die blik over de crisis heen, verder de toekomst in, maakt het wat mij betreft nog eens extra urgent om samen nieuwe kansen te vinden waarmee we onze economie sterker maken. En dat begint uiteindelijk met wat jullie vandaag doen. Elkaar ontmoeten, al is het dan online, ideeën uitwisselen, nieuwe perspectieven verkennen, gebruik maken van elkaars kracht. Ga ermee door. Zo zorgen we er niet alleen voor dat we deze barre tijden met elkaar weten te doorstaan, maar vinden we ook mogelijkheden om samen Nederland sterker te maken. Nu en in de toekomst. Ik wens jullie heel veel inspiratie en natuurlijk ook ontzettend veel succes.
Dat heeft hij mooi gedaan, hoor ik hier aan tafel gezegd worden. En dat was het. Dat was een mooie boodschap om over verder te praten. Nou, dat doe ik met een zeer interessante tafel. Met een tafel vol interessante mensen, moet ik zeggen. En ik vertel vast dit, want we willen ook heel graag met jou natuurlijk het gesprek aangaan. En over iets meer dan een uur, dan is de digitale borrel geopend. Dat gaan we ook faciliteren. Dan kom je in een borrelbox, in een babbelbox terecht. En dan pas mag je ook je borrelpakket openmaken. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. Daar hadden we onze gast hier. Jan van Zanen nog even voor mogen bedanken. Probeer je dus nog even in te houden het komend uur. En je eerst inhoudelijk te laten voeden door wat er hier gebeurt aan tafel. Ik ga de tafelgasten voorstellen. Als eerst mijn tafeldame Marja van Bijsterveld, burgemeester van Delft. Het geweldig om je weer te mogen spreken, om je in levende lijf te mogen zien. Ja. Als tafeldame heb je misschien wel de mooiste rol van vandaag. Ja. Niets hoeven voorbereiden, gewoon lekker aan tafel zitten en je tegen alles aan bemoeien. Heerlijk, dat doe ik graag. Nou, bij deze uitgenodigd om dat ook te gaan doen. Ja, dank je. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Ja, we hadden net even het gesprek, hoe gaat het met je? Ik denk, als ik kijk over, ik ben nu 38 jaar, zit ik in het openbaar bestuur. Ik denk dat er nog niks zo onder je huid is gaan zitten als dit. Ja. Je bent er eigenlijk toch eigenlijk vol continu mee bezig. Soms in lichte mate, soms in versterkte mate. Maar het is steeds, het bepaalt toch voor een groot deel je dag en je handelen. En dat is ook natuurlijk als burgemeester, wat net mijn collega Jan van Zanen zei. Dat geldt in bescheidene mate voor de burgemeester van Delft. Hey, je bent eigenlijk continu aan het kijken van hoe ga je met die openbare orde en veiligheid, et cetera. En maak je dan ook zorgen om die stad? Je bent nu 4 jaar burgemeester van Delft. Ja. Het ging eigenlijk crescendo. De universiteit doet het fantastisch. De economie, de werkloosheid was laag. Ja. Eigenlijk alleen maar goede vooruitzichten. En dan nu in één keer lijkt alles afgebroken te worden. Ja, zeker. Dat geeft zorg. Ondernemers die natuurlijk toch, sommige ondernemers. We zijn echt wanhopig. We hebben veel horeca in onze stad. Mensen die nu nog goed gaat. Maar ik sprak afgelopen vrijdag een aantal ondernemers. Die zeggen, ik zie het gebeuren in mijn portefeuille van volgend jaar. Maar ik sprak net even met Niels van Oort van de TU. Mm-hmm. Niks is zo belangrijk als elkaar ontmoeten. Hè? Dat doen wij hier in de regio heel goed. Maar voor wetenschappers en onderzoekers en mensen die actief ondernemen in het wetenschappelijk terrein ook. En als dat niet gebeurt, betekent dat ook iets voor innovatie. En wat dat betreft hebben wij als Delft gezegd, wij blijven investeren in de toekomst. We zorgen gewoon, eigenlijk investerend uit die crisis vandaan. Ja. Om te zorgen dat we draaiende blijven, die economie, innovatiekracht. En dat is de zorg waar we mee bezig zijn, trouwens met het hele college. Dat doe ik niet alleen, maar ik heb een heel bevlogen college. Dat doet dat hele team daar in Delft. Zeker, dat zal ook gelden natuurlijk voor de andere gemeenten hier, ook in de metropoolregio. Dat je dus aan het zoeken bent naar hoe kan ik ondersteunen, hoe kan ik investeren. Om ook bijvoorbeeld die ontmoeting te blijven faciliteren. Die toevallige ontmoetingen waar misschien weer innovatie uit tot stand komt. Dat gaan we vandaag hier aan tafel ook proberen. Ik stel zometeen de rest van de tafelgasten voor. Maar eerst een oproep aan jou. Je mag er een tweede apparaat bij pakken, bijvoorbeeld je mobiele telefoon. En naar menti.com. Gaan, want we hebben een aantal stellingen hebben we voorbereid. Je mag zometeen ook een top 5 van innovatiezaken mag je weergeven. Dus als je daarop wil inloggen. En dan heb ik meteen een eerste testvraag, een eerste kennismakingsvraag. We willen weten waar je woont. Dat kan natuurlijk ook buiten de prachtige metropoolregio zijn. Maar geef even je woonplaats in menti.com en dan voer je in 8564040. Dus 8564040 komen we zo bij de resultaten terug. De andere tafelgasten dan. Naast mijn tafeldame zit Otto Raspe, hoofd bij Rabo Research. En we hebben tegenover hem zit Linko Nieuwenhuizen, secretaris bij de Economic Board Zuid-Holland en manager strategie bij het Innovation Quarter. En last but not least, een collegelid van de gastgemeente hier Den Haag, die net natuurlijk even de burgemeester hier zag stralen. Saskia Breiners, wethouder Economie en Innovatiebeleid in Den Haag. Allemaal welkom hier bij ons aan tafel. We krijgen de eerste resultaten binnen. Wij zien dat Maassluis en Zoetermeer heel snel waren. Daar komt nu ook Maasland bij. De vraag is, doe met ons mee. Ga naar menti.com en voer de code in 8564040. Gedurende het programma komen er wat stellingen voorbij. Zometeen gaan we al bouwen aan een top 5. Welke innovaties je kansrijk acht om ons uit de crisis te investeren. Dus zorg even dat je inlogt. We gaan nog even de inloginformatie in beeld brengen. Dan zie je bovenaan zie je een balkje en daarin staat menti.com. En dan zien we hem 8564040. Daar komt hij nu in beeld te staan. Het beste kun je dat doen op een tweede apparaat, een telefoon of een tablet. Heb je die niet in de buurt? Open een tweede tabblad, maar hou vooral de stream open. Want blijf erbij hier het komend uur.
De volgende vraag gaan we in Mentimeter gaan we zo meteen klaarzetten. We zien hier een hele mooie wordcloud. Kijk, er komen veel resultaten binnen. Den Haag is, is groter weergegeven dan de rest. Dat doen we niet voor mevrouw Breijnes, omdat we Den Haag belangrijker vinden. Maar er wonen gewoon meerdere mensen in Den Haag. We zien ook Rotterdam eruit springen, Maasluis, Schiedam. Maar ook Brielen bijvoorbeeld, Oosterland, Rijswijk. Wel, Wassenaar, wel allemaal metropoolregio. Pijnlijk een nooddorp. Ik vraag even aan mijn tafelgasten of zij mee willen kijken. Zoetermeer. Rotterdam. Spotten wij nog iemand van buiten de regio? Ja, Gouda langskomen. Gouda, ja. Nee, dat is dan... dat ben jij. Nee, dat ben ik niet. Nee, dat hebben we ook Dordrecht aan tafel. Amsterdam zit er ook zelfs bij. Amsterdam zit er, dus er zijn ook Amsterdammers die meekijken. Dat mag ook, hè? We willen werken ook, thuis. Die werken thuis, ja. We willen ook de successen van de metropoolregio willen we ook delen. Dat doen we ook met elkaar. Ik heb nog een andere kennismakingsvraag voor je. Ik wil dan ook weten wie je bent. Of eigenlijk wat je doet vooral. Of je nou lid bent van een college van BMW. Dat is de helft van de tafel hier. Of dat je bijvoorbeeld bestuurder bent. Dus de volgende Mentimeter-vraag mag in beeld komen. En dan kun je daarop op antwoorden. Dan gaan we zo meteen ook die resultaten bespreken. Wel nu, dan het thema van het blok wat we hier hebben. We gaan ons uit de crisis investeren. Dat gaan we met innovaties gaan we dat doen. Mag wel duidelijk zijn, hè? We hebben het natuurlijk net in de opening over gehad dat de coronacrisis grote economische gevolgen tot gevolg heeft. En dat is natuurlijk ook hier in de regio merkbaar. Als we dan kijken naar hoe het in Den Haag gaat, Saskia, is het pappen en nat houden op het moment? Of zijn er toch weer stippen aan de horizon? Nee, het is niet pappen en nat houden. Het is natuurlijk een hele rare tijd. En we zien dat er een deel van het bedrijfsleven natuurlijk heel zwaar heeft. Maar je zei net ook al vooral de horeca, de evenementen, congressen. En tegelijkertijd zien we ook wel weer een heleboel mooie nieuwe dingen ontstaan. En sommige bedrijven gaan ook heel goed. Want ik merk dat we heel snel geleerd hebben allemaal heel erg digitaal te zijn. Dat heeft nadelen, want we hebben allemaal vierkante oogjes zo langzamerhand. Maar als ik zie wat voor bijzondere congressen er nu georganiseerd worden, die echt hybride zijn met een aantal mensen bij elkaar, maar tegelijkertijd de hele wereld erbij. En dat wij daar heel goed in zijn, om dat echt heel mooi te streamen en met mooie beelden erbij. Dan ben ik hartstikke trots op ons mensen uit Den Haag. Het is natuurlijk wel anders dan hebben. In Den Haag heb je natuurlijk het World Forum. Ja, de meest bijzondere congreslocatie van Nederland. In ieder geval de grootste, waar heel veel internationale toppen ook zijn geweest. Ja, dat klopt. Nee, maar dat is natuurlijk zuur. Want dat stroomt dan met bakken uit natuurlijk. Want, of tenminste, het komt niet binnen, laat ik het zo zeggen. Nee. Want natuurlijk, dat is reuze zorg. Ik ben ook heel blij hoor, overigens, met ook de regelingen die het Rijk nu heeft. Ik vind dat echt geweldig. Dat nu voor de derde tranche, dat helpt gewoon heel veel. Het derde steunpakket, hè? Maar het is wel belangrijk dat... Dus het is geen pappen en nat houden. En wat wij natuurlijk wel moeten doen nu in deze tijd is aan de ene kant hetgene wat er is zoveel mogelijk ondersteunen om te kunnen blijven bestaan, om als het straks weer beter kan, om door te kunnen gaan. Ja. En tegelijkertijd ook nadenken, wat zijn er nu aan nieuwe dingen waar we eigenlijk ook een nieuwe tijd tegemoet kunnen gaan. En die zit dan erg op digitalisering, op vergroening en op leren. Onderwijs. Ja, dat onderwijs komt zo meteen voorbij. Hè. We gaan het hebben over een leven lang leren. Otto, ik zou heel graag zo meteen van jou even wat harde cijfers horen over hoe het dan nu met de metropoolregio gaat. Even nog de vraag in Mentimeter. We gaan de resultaten in beeld brengen. De vraag was wat ben je nou eigenlijk? En we zien een heel mooi gemixt beeld. Overigens goed om erbij aan te vullen dat je naast bijvoorbeeld raadslid of ambtenaar ben je natuurlijk ook gewoon nog een fijn mens. En hopen we je inderdaad weer snel in het echt te mogen begroeten. Maar we zien in ieder geval een grote groep raadsleden, ook een grote groep collegeleden. Bijna de helft is ambtenaar. Ook nog een zevental bestuurders en 18 mensen hebben het vakje overig aan gekruist. Zijn dat dan bedrijven? Dat kunnen bijvoorbeeld mensen uit het bedrijfsleven zijn. Nou ja, dat wil je natuurlijk graag horen, ook als hoofd bij Rabo Research. Ik geef onze kijkers een volgende opdracht mee en daarna hoor ik graag wat harde cijfers van je. Want ik wil graag, als je nu naar ons kijkt, dat je een top 5 maakt. En we gaan hem in Mentimeter voorzetten, want probeer nou eens aan te geven welke top 5 innovaties jij als kansrijk ziet om in te investeren om uit de crisis te komen. En je ziet er 5 op een rijtje staan. Dat gaat van zorgtech tot openbaar vervoer, smart manufacturing. Ziet ik er nog, agritech en food en energie en klimaat. Dat maakt de top 5. Je kan zometeen zelf ze naar een goede plek of naar de plek van jouw keuze slepen. En dan brengen we zometeen de top 5 van alle kijkers in beeld. Dus als je daar je keuze uit wil maken, dan gaan we hem zometeen behandelen. We zien al de eerste resultaten binnenkomen. Openbaar vervoer staat tot op dit moment bovenaan met nog maar een paar stemmen. Dat is op zich gunstig voor het gesprek hier aan tafel, want we komen zometeen nog over mobiliteit te spreken. Maar eerst, Otto, ik vroeg je om wat harder cijfers, even voor de duiding. Gaat het nou slechter dan in de rest van Nederland als je naar de metropoolregio kijkt, of gaat het juist beter?
Het gaat ongeveer gemiddeld hier. Mm-hmm. Je hebt een aantal regio's in Nederland die harder worden getroffen in deze coronacrisis dan andere. Die zitten vooral in de periferie van het land. Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Noord-Limburg, Achterhoek, Twente, delen van Friesland-Groningen. Ja. Heeft vooral met economische structuur te maken. Ja, omdat ze ook veel met de zuidenburen en met de oosterburen werken. Misschien de grenzen zijn natuurlijk een tijd dicht geweest. Ze hebben vooral bedrijven die hard getroffen worden. Hè? Ja. Dus er zijn een aantal sectoren die in de economie heel hard getroffen worden. Als die heel groot zijn in je regio, dan word je automatisch hard getroffen. En je ziet dat dezelfde bedrijven in dezelfde sector het in sommige regio's gewoon moeilijker hebben. He, en in die regio's is het nou juist wat onhandiger handelen met het buitenland misschien. Ja. Het zijn wat industriëlere bedrijven, die worden harder getroffen. Maar deze regio, en ik heb vorige keer natuurlijk ook wel een keer gezegd, hadden we hier maar wat meer exportstuwende bedrijvigheid. He, internationaal actieve bedrijven, belangrijk voor je regio. Maar op dit moment is het dus wel even handig dat je die niet hebt, want die worden het hardst getroffen. Ja. En die buffer van de overheid, die tikt in die cijfers door. Daardoor is de regio Den Haag althans, met veel overheid, relatief minder hard getroffen, maar zeg maar 4-5% krimp in deze economie, in deze regio zeker. Ja. Ten opzichte van 6 ongeveer gemiddeld in het land. Oké, dus dat is dan een iets licht positief, zou je dat kunnen noemen, Marja. Maar ja, het zijn natuurlijk wel schokkende cijfers. Nou, ik zat even te kijken rond die export. Als we natuurlijk kijken naar de mainport Westland, die zijn natuurlijk wel heel sterk op export ook gericht. Hè? Zeker, dus die hebben het ook heel zwaar. Die komen, ja. En Leiden, Katwijk ook en zo. Die regio's rondom, ja, Den Haag, die zitten, ja, die hebben het zwaarder, ja, dan de stad zelf. Dan, ja, de stad zelf. Ja. Hè? Ja, dat zie je inderdaad in het Westland, waar 80% van ja, de bloementeelt gaat volgens mij, ja, naar het buitenland. En, ja, en ook die bedrijven die, ja, kassen bouwen in het, ja, buitenland. Ja, ja, al die, en onze havens. Ja. Maar ik begreep juist dat de sierteelt eigenlijk best heel goed gaat. Ja. Dus dat, maar goed, het verschilt dan. Nou, het verschil is, zeg maar, bij, ja, de eerste lockdown was het buitenland ook meteen uitgezet. Toen werden ze superhard getroffen, 80% omzetverlies, ja, in dat tweede kwartaal. Ja. Maar nu is het buitenland open, hè. Er is nog steeds handel, ja, ja, en dat scheelt echt heel veel, ja, voor ze. Linko, even dan, als je kijkt naar kansen, naar ontwikkelingen, waar ziet het bedrijfsleven kansen? En waar kun je misschien een duwtje in de rug gebruiken van bijvoorbeeld de metropoolregio? Nou, het bedrijfsleven ziet volop kansen. Dat heeft met twee dingen te maken. Eén, we hebben recent ook onderzoek gedaan van waar is Zuid-Holland nou sterk in als je kijkt naar technologie. En dan zie je dat Zuid-Holland is nou zo grosso modo 22% van Nederland. En dan zie je dat wij op 7, 8 thema's, en, nou, we zagen ze net ook al hier in beeld, een aantal daarvan, scoren wij gewoon dik boven het Nederlands gemiddelde. Dus daar is die uitgangspositie is heel goed. En tegelijkertijd hebben wij een maakindustrie met meer dan 110.000 banen. Dus wij kunnen in principe alles maken hier in Zuid-Holland wat bedacht wordt. Nou, als je dan kijkt van waar zitten nou heel concreet kansen, en dan zie je dat corona je er ook wel weer met de neus op de feiten drukt. Ja, wij hebben bijvoorbeeld op vaccinontwikkeling een ijzersterke positie hier. Ja, een vaccin ontwikkelen alleen, daar verdien je niks mee. En daar komt het ook niet bij bij de mensen. Dus je moet het ook produceren. Nou, dat zijn nou typisch van die dingen waar we hier kansen hebben om, ja, hele mooie dingen te doen. Energietransitie is een andere natuurlijk. Dat gaat ook gewoon door. En je moet die transitie bewerkstelligen. Maar dan heb je ook heel veel apparatuur, instrumenten, allerlei dingen voor nodig. Ja, dat zijn nou de dingen waar we hier in Zuid-Holland eigenlijk alles in huis hebben om dat soort dingen ook te gaan maken. En dan doe je inderdaad dus juist op de Zuid-Hollandse maakindustrie die ervoor gaat zorgen dat wij straks warmtepompen in huis hebben. Of dat we bijvoorbeeld CO2 in de grond kunnen opslaan of later weer kunnen gaan gebruiken. Maar waarom staat hier geen digitalisering tussen? Waar komen deze 5 vandaan? Jij wijst nu eventjes, dat gaan we even voor de kijker in beeld, ja, brengen. Namelijk naar de uitkomst van de stemming. De top 5 van de innovaties. Wij zien hier inderdaad digitalisering niet tussen. We zien wel smart manufacturing. Daar zit natuurlijk eigenlijk een klein stukje digitalisering, ja, ook bij. Bovenaan is in ieder geval geëindigd energie, klimaat. Daarna openbaar vervoer, zorgtech. En dan agritech, food en smart manufacturing. Er zijn natuurlijk nog meer innovaties, nog meer sectoren waar je op zou kunnen zitten. Nee, Otto heeft wel gelijk, hoor. Want als je kijkt nu waar nu de Europese miljarden, hè, die de komende jaren worden uitgegeven, ja, die zitten op klimaat en op digitalisering. Ja. Ja. En dat gaat het ook echt om de digitale infrastructuur, over de vaardigheden, over de kennis, over de vernieuwing. We hebben daar een hele goede uitgangspositie in, maar daar is ook heel veel kans om nog groter in te worden. Dus dat is, ik vind het jammer dat hij er niet bij staat. Ja, nou ja, het is maar net hoe je er naar kijkt. Misschien een basistechnologie die overal voor nodig is. Een soort het zuurstof wat je nodig hebt om die andere 5 misschien wel tot bloei te brengen? Nou, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Want dat geldt niet voor allemaal, maar die Agritech en het Smart Manufacturing programma, ja, dat zijn eigenlijk twee digitaliseringsprogramma's, maar wel, kijk, en dat is het bijzondere hier in Zuid-Holland. Wij hebben hier, nou ja, het is in Nederland in het klein. Dus we hebben al die sectoren en die staan eigenlijk voor een enorme digitaliseringsopgave. En dan, ja, moet je ook wel, en wat is de kunst is wat we proberen, en daar refereer jij ook aan, Saskia, is dat je aan de ene kant dingen heel specifiek voor die maakindustrie moet doen, of heel specifiek voor die tuinbouw. En tegelijkertijd zitten daar
ja, dingen doorheen die voor al die sectoren relevant zijn. En daar gaan ja, we natuurlijk met het leven lang ontwikkelen wel ja, veel sterker zitten. Want wij willen natuurlijk mensen omscholen daar naartoe. En dat gebeurt ja, op dit moment met die Human Capital Agenda gebeurt ja, dat ook concreet. Maar het is wel absoluut, waar we zullen ja, moeten kijken van wat gebeurt er in Europa. Ja. Straks met die crisisgelden natuurlijk ja, ook. En hoe kunnen we daarop inspelen? Ja. Overigens misschien nog één punt wat ook hier heel mooi is. Dat is die zorgtech. Ja. Daar hebben we echt het neusje van de zalm in huis. Hè? Want EMC, Erasmus Medisch Centrum en de TU gaan daar heel intensief op samenwerken. Ja, die zijn met een heel, ja, mooi, met een heel mooi project ja, bezig. Hè? Echt, om technologie dat, te passen echt, in de dat zorg. Dat wordt echt top. Maar dat geldt ook voor die digitalisering. Ja. Als het gaat over de basisinfrastructuur, maar ook het opleiden van mensen. Ook hier is die samenwerking. Juist met het bedrijfsleven, ja, met de gemeentes ja, en provincie en... Ja. Zeker met de kennisinstellingen, universiteiten, echt ja, essentieel. Ja, ja. Nou, en daar ligt natuurlijk ook een hele mooie rol voor ja, de metropool. En dat doen we dus ja, ook, hè? Dat is wat we heel ja, erg doen in MRDA ja, en, dat en gebeurt, de EBZ. Hè? Ja, ja, zo, dat is een mooi mogelijk project om, met een bel-app voor eenzame mensen. Een huisrobot die helpt bij, in de opvoeding van gezinnen waar het even wat zwaarder loopt. Als het gaat om het aanbrengen van structuur. Is eigenlijk, maar af hoe dat werkt. Maar. Die huisrobot die is gewoon heel streng. Hè? Klopt het, ja. En die robot heet PlayStation of zo. Iedereen heel stil op deze. Wel heel gestructureerd, ja. Maar digitalisering is natuurlijk een superbelangrijk speerpunt. Hè. Dat zie je ook ja, nou, als je ook kijkt naar sectoren die hele zware klappen hebben gekregen. Delen van de detailhandel, niet ja, in het geheel, maar delen daarvan. De horeca in het geheel kunnen we wel zeggen. Ook een belangrijke sector natuurlijk in deze provincie. Daar zitten uitdagingen. Ik heb een stelling voor je als je naar ons aan het kijken bent. Want wij stellen hier, en je mag zeggen of je het eens of oneens bent. Innovatie in het bedrijfsleven kan eigenlijk prima zonder financiële steun van de overheid. Wat vind je ervan? Resultaten komen binnen. Het is nu mooi 50-50, maar... Dat komt denk ik omdat we nog twee mensen hebben gestemd. Dus we gaan hem wat langer in beeld laten. Wat vind jij ervan? Innovatie in het bedrijfsleven kan prima zonder financiële steun van de overheid. Nou, laten we eens eventjes kijken naar hoe dat hier aan tafel gaat. Hebben we die overheid eigenlijk wel nodig? Kunnen we niet beter gewoon een stapje terugnemen en zeggen, joh, bedrijfsleven, we hebben je zegt al, de basisinfrastructuur in Nederland is heel goed. Zowel digitaal, hè, met het beste internet van Europa, maar we hebben ook het beste wegennet van Europa. Misschien zelfs wel de wereld. Hey, ik denk dat daar echt op publieke investeringen voor nodig zijn. Dat gaat natuurlijk om geld. En het, maar het gaat ook om andere dingen. Het gaat ook om partijen bij elkaar brengen, enthousiasme erin houden, zien wat er nodig is. Daar ook innovatief en samenwerkend in zijn. Ja. En die combinatie, maar zonder geld. Daarom is het ook heel terecht dat groeifonds er is. Hè? Want om echt ons land een boost te geven. En daar hebben we volgens mij ook voor onze regio prachtige papieren voor. Ja. Om daar echt wat mooie dingen voor om dat ook in samenwerking te doen, hè, ja, met het Rijk. En er is natuurlijk ook een fonds hier speciaal ja, in de provincie. Ja. Nou, wat ik vooral hier verwacht, want de overheid, dan kijken we soms naar het Rijk. Mm-hmm. En dan hebben we dat investeringsfonds. Ja, maar die regionale overheid heeft eigenlijk ook een hele cruciale rol. Want dat is de overheid die in die triple helix verbanden met bedrijven en ja, kennisinstellingen ja, samen strategieën maakt. En dat is het schaalniveau dat voor onze economie veel belangrijker is geworden de afgelopen decennia. Dus eigenlijk zou je dat fonds van Hoekstra, het Wiebke-fonds, hè, zeggen ja, we dan ook wel eens. Dit moet je stroomlijnen naar de opgaves die elke regio heeft. En in deze regio moet je dus definiëren wat je opgaves zijn. Ja. En daarom zei ik digitalisering, want cybersecurity, Digital Delta, dat zou hier kunnen beginnen. Ja, maar dat, ja, begint, dat begint in Den Haag. De regio is natuurlijk groter ja, dan Den Haag. En ik hoor eigenlijk net dat de MRDH een soort afspiegeling van Nederland. We doen dat ook in samenwerkingsverband. Ja. Misschien kan Linko daar wat meer over ja, zeggen. Linko? Maar dat is ja, precies waar kijk, we nu op... Precies, kijk, de stelling is natuurlijk, het gaat over financiële steun. Kijk, het begint ermee, maar heb je met elkaar een agenda waar je naartoe wilt... En daar hebben we enorme stappen gezet de afgelopen jaar in het verband van de Economic Board samen met onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter. Waar we echt met het bedrijfsleven samen zijn gaan kijken van wat zijn nou de thema's waarop we en echt het verschil kunnen maken. Maar waar ook die bedrijven een drive hebben dat ze zeggen ja maar wij willen hier ja, business uithalen maar ook voor de samenleving iets betekenen. En de kracht van die samenwerking van die verbinding zit er dan in dat bedrijven net dat steuntje in de rug krijgen wat ze nodig hebben om zo'n innovatie tot stand te brengen. Ja. Nou dat zit op veel meer dingen. Kijk, geld is niet. Ik kom net uit een overleg met een aantal ondernemers uit de maakindustrie. En waar we aan het kijken zijn met elkaar van hey, waar kunnen wij nou nieuwe waardeketens bouwen op die energietransitie, op lasersatellietcommunicatie. En dan heb je ook gewoon echt organiserend vermogen nodig. Gewoon mensen die met een onafhankelijke, deskundige blik kunnen zeggen, ik heb jou nodig aan tafel, jij moet erbij. En kan jij ook meedoen? En om die coalities te maken, dat vraagt loopvermogen. En heb je soms ook mensen als Marja nodig, dat je zegt, ik heb echt dat bedrijf nodig. Of misschien wel dat bedrijf uit Brabant. Ja, maar ja, hij wil nog niet.
En dan komt het op leiderschap aan. Dat je ook met elkaar eens even in de ogen kijkt en zegt, ja, ik snap dat dit misschien nog niet nu 100% in jouw belang is. Ik denk wel voor 50%. Ja, ja, ja. Maar voor het bredere belang, kom eens aan tafel bij ons. Ja. Nou, en daar zijn we steeds slimmer in aan het worden. Okay. En we willen ook graag naar actie. Hè? Nou, richting en het moet ook gebeuren. Hè? Want ja. We hebben het over kansen. De urgentie is enorm. We hadden in de zomer in de boord, was je bij volgens mij, Marja, een statistiek op tafel waar je zag van wie wordt er nou hard getroffen. Ja, ja, en dan zie je dat er enorme groepen in onze samenleving zijn, met name jongeren, die keihard worden geraakt. En daar voelen wij de verantwoordelijkheid voor om wel die nieuwe werkgelegenheid te creëren, ook toekomst. Om ook voor hen een toekomst te hebben. Het bestaande bedrijfsleven, het gewone MKB, om die ook te blijven helpen om mee te komen. Ja, je moet beseffen dat er maar een aantal bedrijven zijn die alleen kunnen innoveren. Heel veel bedrijven kunnen niet alleen innoveren, hebben input van anderen. Die hebben dat ecosysteem systeem nodig. En dan kom ik bij Marja van Bijsterveld. Want dat ecosysteem is in ieder geval in de regio aanwezig. Ja. Zeker in Delft. Ja. Als innovatie. Nou, kijk, er zijn allerlei ecosystemen eigenlijk. Kijk, het mooie is dat we elkaar weten te vinden. En dat is sterker dan ooit in deze regio. Dat is echt goud. En het is waar. Het is wat Bobke Hoekstra zojuist zei. Het is goed dat er een nationaal investeringsfonds komt. Ja. Maar uiteindelijk moet het gebeuren dicht bij mensen. Dan gaat het om nabijheid. En het gaat om delen. Waar je vroeger zag dat iedereen eigenlijk zijn eigen treintje allemaal aan het afbakenen was, mm-hmm. zie je nu dat delen vermenigvuldigen is. Je kan eigenlijk niet innoveren zonder te delen. En zonder uiteindelijk van elkaar dingen op te steken en samen weer dingen op te pakken. En dat zie je gewoon in die ecostructuren rondom universiteiten. Maar dat gaat ook in de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Tussen overheid en overheid. En wat we hier aan het doen zijn, is eigenlijk de dingen bij elkaar brengen. Elkaar het licht in de ogen gunnen. Elkaar wat gunnen. Ja. En dan kan je vleugels krijgen. En daarom ligt er, ik merk tussen een MRDH en een provincie, dat gaat gewoon heel goed. Nou, dat is ongekend. Ik ben er nog elke dag blij mee. Want je ziet namelijk gewoon dat je daarmee hele mooie dingen tot stand kan brengen. Ja. Dat is ja, we hebben het Rijk wel nodig. Ik was heel blij dat net in dat lijstje met innovatie, kansrijk, dat energie en klimaat bovenaan stond. Want als je kijkt naar van waar de uitdagingen van deze regio zitten. Wij zijn goed voor, ik zei net, dik 20% van Nederland. Wij zijn meer dan 30% van de CO2-uitstoot. Ja, ja. Wij zijn de hub in Europa voor een heleboel van die energiestromen. En dan is het prachtig dat wij als regio met elkaar verantwoordelijkheid pakken om die opgaves op te pakken. Maar tegelijkertijd is dat een nationale en Europese opgave. En dan mis ik het Rijk nog wel eens in daar ook dan boter bij de vis doen. En dan zie ik nu op allerlei thema's dat ze toch weer de verdelende rechtvaardigheid. En dan wordt Zuid-Holland 1 van de 12. Ja. En dat vind ik op een heleboel onderwerpen prima. Vind je het recht, maar op dit punt. Maar op dit soort dingen denk ik. Ja. Punt gemaakt. Let even op. Wij gaan kijken naar de uitkomst nog van de stelling, want die heb je nog te groeten. De stelling was: innovatie in het bedrijfsleven kan prima zonder financiële steun van de overheid. We zien dat 43% van de kijkers is het daarmee eens, 57% niet. Overigens gaat er dus, hebben we net aan tafel al besproken, over veel meer dan alleen maar die financiële steun om innovatie mogelijk te maken. Verontrustend als je zag dat 80% ambtenaren of bestuurlijk is, die met z'n allen nu zeggen dat dat eens is dat niet kan, hè? Want we weten allemaal dat de overheid cruciaal is voor de innovaties om het bedrijfsleven verder te brengen. Onmogelijk. Dus dat is wel een verontrustende statistiek dit, hoor. Maar dat is iets waar we dan, we hebben nog 50 minuten, 3 kwartier om hierover door te praten, om mensen langzaam te bewegen. Te overtuigen. In ieder geval een groot deel van de kijkers die zegt dat. Je kan hem ook nog uitsplitsen. Welke soort gestemd heeft. Ja, dat wordt helemaal uit. Wat wij gaan doen is zometeen verder praten over een leven lang leren en je daarbij ontwikkelen. Nee, dat doe je natuurlijk ook niet alleen, dat doe je ook in zo'n mooi ecosysteem. We willen mensen van werk naar werk helpen. Maar hoe dan? Dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst dank ik mijn gasten van dit eerste blok. Otto Raspelinko Nieuwenhuis en Saskia Breines. Zeer veel dank. Wij kijken naar een filmpje ter introductie van ons volgende gesprek. Hoe blijft iedereen de komende jaren aan het werk? Hoe zorgen we voor nieuwe banen als de oude verdwijnen? We creëren nieuwe kansen door te investeren in de maakindustrie, kennis en innovatie. Maar hoe zorgen we dat mensen de vaardigheden hebben voor dit werk? Het antwoord is: een leven lang ontwikkelen. Zuid-Holland zorgt voor bijna 1/4 van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Bedrijven staan te springen om vakmensen. En de vraag naar kennis en vaardigheden verandert snel. 65% van de kinderen op de basisschool hebben later een baan die nu nog niet bestaat. Tegelijkertijd heeft onze regio de hoogste werkloosheidscijfers. Daarom investeert Zuid-Holland in Human Capital. Om te zorgen dat iedereen in de veranderende wereld een baan kan vinden die bij hem of haar past.
Zo dringen we het tekort aan IT'ers terug door er 3000 extra op te leiden. We begeleiden medewerkers uit de financiële sector naar bijvoorbeeld een baan in de bouw. We helpen mensen die hun baan verliezen aan nieuwe digitale vaardigheden of werk. We willen dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en de vaardigheden van de toekomst kan leren. Meer modulair onderwijs, zodat werkenden makkelijker onderwijs kunnen volgen. En innovatieve campussen op alle opleidingsniveaus doorontwikkelen, waar jongeren en werkenden samen leren en nieuwe technologieën creëren. Dat kunnen we niet alleen. We vragen het Rijk om mee te doen. Samen realiseren we de banen van de toekomst. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van. En je bent weer terug bij ons in de Remise in Den Haag. Dit is MRDH Live, ons live event, onze jaarlijkse bijeenkomst die we dit jaar dus op een andere manier dan anders organiseren. Maar we gaan graag met jou het gesprek aan. Dat doen we onder andere door je input te vragen in Mentimeter. En ik heb, als het gaat om leven lang ontwikkelen, de volgende vraag alweer voor je klaarstaan. Je mag naar menti.com gaan, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan voer je de code in 8564040. En de vraag is, aan welke woorden denk je nou bij leven lang ontwikkelen? En in ieder geval het woord Zoetermeer komt erg groot naar voren. Maar ik zie ook onderwijs en een heel veel andere woorden. We komen daar zo meteen nog eventjes op terug. Ik ga in ieder geval eerst... Marja van Bijzen zegt, hoezo Zoetermeer? Ja, dat is duidelijk Zoetermeer-liefhebbers. Komt niet meteen bij je op als het gaat om leven lang ontwikkelen. Je zou ook kunnen denken aan human capital of aan persoonlijk budget. Maar ik ga in ieder geval mijn nieuwe tafel gasten voorstellen. Margreet van Driel, die is namelijk van Zoetermeer, wethouder daar... bij de gemeente Zoetermeer. We hebben Leo Valk, die heeft een aantal mooie dingen meegenomen aan innovaties van MKB Leidschendam-Voorburg. En je bent initiatiefnemer en programmamanager Retail Innovatie en Experience Campus. En als laatste aan tafel aangeschoven Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor ondernemers. En mag ik bij je beginnen, Hans, dat het, we constateren net al dat veel ondernemers het zwaar hebben. Tegelijkertijd geldt dat niet voor elke sector. Als we het nou het bruggetje maken naar een leven lang ontwikkelen, zagen we net ook in het filmpje, in bepaalde sectoren is er in de toekomst een overschot aan werknemers en in bepaalde sectoren zou er een tekort zijn. Wat vind jij, hoe kan een verband als de MRDH bijdragen aan een soepele transitie dat ook de nieuwe generatie die vandaag nog op de basisschool zit, straks ook een fijne carrière kan opbouwen? Nou, het begint natuurlijk bij het besef dat je op school zit en dan zeg maar het begin van je carrière. Ik zeg altijd, je moet je leven lang blijven ontwikkelen. Dat geldt trouwens ook voor ondernemers. Hè? Als ik zie hoe ik zelf begonnen ben als 12-jarige bij mijn grootvader. De zilverpoetsen op woensdagmiddag. En bij mijn andere grootvader het Oranjeplein kogelagers en feestnaren rondbrengen bij klanten. Ja. En dan leerde je gewoon het vak, terwijl je het aan het doen was, zeg maar. Hè? On the job, zoals we tegenwoordig zeggen. Maar dat ontwikkelen moet je natuurlijk blijven doen. Lastig is, we hebben heel veel kleine ondernemers in deze regio. Die hebben geen HR-afdeling. Mm-hmm. En de meeste mensen zijn eigenlijk met een bedrijf begonnen dat ze goed in niet zijn. Maar niet per definitie dat ze gelijk een hele goede werkgever zijn, zeg maar. Dus ik denk, als we wat met elkaar kunnen doen, is het juist het ontzorgen van die kleinere ondernemers, van die kleinere werkgevers, zonder HR-afdeling. En ik breng even in herinnering, 93% van de Nederlandse bedrijven, ook in Zuid-Holland, is een microbedrijf. Hè. Dat is minder dan 9 medewerkers. Die hebben die HR-afdeling niet, nee. Maar die hebben wel die help aan de hand nodig. En ik denk dat ze die met elkaar moeten uitsteken. Tegelijkertijd merk ik bij heel veel ondernemers, zeker van een jongere generatie. Ik ben al stokoud en met 55. Maar de zeg maar, iets jongere generatie heeft dat veel meer tussen de oren zitten. Dat ze die verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ze weten vaak nog niet hoe. Maar dat je dus als ondernemer je verantwoordelijkheid neemt om je mensen goed aan het werk te houden en om ze mee te nemen in een veranderende wereld. Dan zeg je, we kunnen een helpende hand uitsteken. Dan kijk ik eventjes naar Zoetermeer. Hoe gaat dat bij jullie? Wat zijn de succesverhalen van Zoetermeer? Waardoor ook veel mensen in Mentimeter aan Zoetermeer moeten denken als het gaat om leven lang ontwikkelen. Ja, dat bruggetje kan ik nog niet helemaal leggen, maar ik vind het wel heel mooi. Ik ben daar wel blij om. We hebben ook daar een uitspraak over en dat heet Zoetermeer is de plek. Dat is onze nieuwe citybrand, maar ik denk niet dat hij hiermee verband houdt. Dat zie je als je over de A12... Zie je hem boven de A12. Ja. Ja, hartstikke leuk dat je hem gezien hebt. Ja, nee, ik was blij dat Leisure City... Dat weg was, hè? Ja, meer mensen inderdaad, dat klopt. Maar goed. Ik praat een beetje vanuit Zoetermeer, vanuit de MRDH en vanuit de arbeidsmarktregio. Ja.
En wat we gewoon zien is dat het super belangrijk is om goed in beeld te hebben, samen met je sociale partners, maar ook met het bedrijfsleven. Wat zijn nou de groeisectoren? Wat zijn de verschijnbanen en wat zijn de verdwijnbanen? En daarin moet je met elkaar gaan samenwerken om te zorgen dat daar waar behoefte aan is, dat daar ook tijdig bij- en omscholing voor gaat plaatsvinden. Dat je dus van een verdwijnbaan naar een verschijnbaan kan? Bijvoorbeeld. Ja. En als je dat dan eenmaal in beeld hebt, hè, want daar wordt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. En we zien nu misschien ook door de coronacrisis bepaalde processen versnellen. Hè. We spraken daar even net over bij het vorige blok, richting die digitalisering bijvoorbeeld. Ja. Hoe kun je er nou voor zorgen dat goed in beeld blijft? En dat je ook als regio, maar ook als gemeente gewoon je mensen aan het werk blijft houden? Meerdere manieren. We hebben onze regionale campussen bij de RMDH. En daar zijn we echt al een paar jaar mee bezig. Daar investeren we ook in. Dat is een samenwerking tussen talentontwikkeling, om- en bijscholing. Samen met het bedrijfsleven, maar ook met het onderwijs. Vooral op mbo- en hbo-niveau. En daarin zeggen we ook, we gaan kijken wat er nodig is. We gaan innoveren en zorgen dat we investeren in de talenten en de arbeidsmarkt van die regio. Ook om ons economisch vestigingsklimaat zo sterk en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ja, en die samenwerking vind ik cruciaal. En die loopt. Hè? Gelukkig hebben we wat we kunnen elkaar vinden. Ook in deze uitdagende tijden. Ik kom nog één keer terug op de vraag in Mentimeter. Ik zie inderdaad het woord omscholing zie ik ook veel voorbij komen. Als het gaat om welke woorden je denkt. En flexibiliteit. Want als je je leven lang leert en ontwikkelt. Ja, dan moet je niet star vasthouden aan iets wat je altijd al hebt gedaan. Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik, Leo, naar jou. Want vertel, je hebt een aantal dingen ook meegenomen om te laten zien. Ik zie een tablet staan met je kunt hier punten sparen met de Juliana Baan app. Dat doet mij denken, dat is mooi, dat zijn natuurlijk MKB'ers en kleine bedrijven, die winkeliers, die een samenwerkingsverband hebben. Kun je iets over vertellen? Ja, klopt. Dit is inderdaad een verschijningsvorm van hoe je als retailer je zichtbaar maakt. In dit geval een winkelgebied, die inderdaad de initiatief heeft genomen om als gebied, zeg maar, van ja, wij moeten ons beter positioneren. Dat is een initiatief wat eigenlijk al bestond voordat corona uitbrak, maar dat is eigenlijk alleen maar in de stroomversnelling gekomen. Ja. En wat we dit hebben gebruikt, dat doen we in het kader van een Hype Lab. En dat is met name om de retailers contact en kennis te laten maken met digitale technieken en mogelijkheden die er zijn. Want dat sluit natuurlijk ook aan bij het leven lang ontwikkelen. Retail is niet alleen maar winkeltjes spelen en met plat gezegd dozen schuiven. Nee, je moet veel meer doen dan dat. Je moet beleving. Al jaren speelde natuurlijk de uitdaging bij retailers van blijf ik alleen maar offline, dus in de winkel. Of moet ik ook een webwinkel gaan ontwikkelen? Nou, een heleboel kleine detailisten worstelen met die vraag, want dat vraagt een behoorlijke investering. Waar investeer je in? Die techniek die schrijft natuurlijk ook voort. En wat we dus met zo'n Hype Lab willen doen, is ze gewoon in hun eigen winkel laten ervaren van hoe werkt dat. Even als voorbeeld, dit is misschien een bril die denkt van ja, is een leuke bril, maar dat heet een spybril. En daarmee, daar zitten twee cameraatjes in, dus die kun je aan een klant geven van goh, zet hem eens op en loop eens door mijn winkel. En wat je daarmee ziet is dat je letterlijk en figuurlijk door de ogen van de klant gaat kijken. Ja. Van, goh, waar kijkt hij nou naar in mijn winkel? Die klant, hoe oriënteert hij zich? Precies. Ja. En op die manier kun je de inrichting van je winkel optimaliseren. Dus die artikelen op die plekken zeggen waarvan je weet van, hé, de klant kan naar. Ja. En ja, dat is dus enerzijds een hele simpele techniek. Maar aan de andere kant is dat denk ik wel wat een retail ondernemer ook nodig heeft om een spiegel voorgehouden te worden. In dit geval letterlijk een spiegel, want die kan dus op een monitor meekijken. Hans Biesheuvel, dit zijn wel natuurlijk mooie innovaties. En ook hoe je natuurlijk als kleine ondernemer ook aan klantenbinding kan doen. Hè? Want je kunt je klanten dus ook betrekken in dit proces. Van joh, ik ben bezig met de toekomst. Dat vinden denk ik klanten ook leuk. Zie je dit soort initiatieven meer opkomen? Zeker. Nou ja, wat je eigenlijk zegt, ik begin het echt te ondernemen nu. Hè? Want ik heel veel ondernemers die wachten min of meer een klein beetje af. Hè? Mm-hmm. Niet negatief bedoeld, maar het ging ook jarenlang best wel goed. Hè? Klanten kwamen vanzelf binnen, nu ineens niet meer. Dus je moet nadenken. Maar het is best lastig wat je moet kiezen. Hè? Want aan de ene kant denk je, ja, het moet allemaal online. Tegelijkertijd zie je dat de grootste online retailer Coolblue hè, weer winkels aan het openen is. Dus vind daar je weg als ondernemer maar eens in. Maar daarom is het juist goed om te netwerken. Hè, met kennisinstellingen, met andere partijen. Hè, ervaringen uit te wisselen en daar je keuze in te maken. Het is wel belangrijk. Hè? Ik zeg vaak tegen ondernemers, het is nu overleven. En tegelijkertijd vernieuwen. En pak je kans, hè, wat de burgemeester net ook bij de inleiding zei, ook om nu te vernieuwen. En dit is een hartstikke mooi voorbeeld. Dit is eigenlijk de gelegenheid dan voor ondernemers om te zeggen, dit is mijn manier van om- en bijscholing. En om te kijken, hoe kan ik mezelf weer voorbereiden op de toekomst, met hulp. Ja.
Wat zo'n voorbeeld van een spaarbril dat past dan in leven lang ontwikkelen? We zeggen hier aan tafel voor ondernemers, het is niet alleen maar bezuinigen met de kaasschaaf daar overheen en overeind blijven. We vragen wel veel van mensen, hè? Want we zeggen, ja, je moet nu eigenlijk ook die stap maken. Als het de afgelopen jaren een beetje zo ging, nee, dan red je het nu zeker niet als je op die manier doorgaat. Geldt ook niet alleen voor ondernemers in de retail, maar dat zien we sowieso. Als we een stap maken naar dat leven lang ontwikkelen, dat betekent dus ook dat sommige werknemers, dat zien we natuurlijk nu wel, hè? Die komen op straat te staan, ja. Die hebben beperkte papieren. Hoe kunnen we ze begeleiden? Dat is een heel belangrijk punt. Dat hebben we twee jaar geleden hebben we daar ook onderzoek naar gedaan. En dan bleek dat wij daar eigenlijk juist heel slecht in zijn. Onze mensen gaan moeilijk van de ene regio naar de andere arbeidsmarktregio. En ook heel moeilijk van de ene sector naar de andere. En daarmee zijn we eigenlijk heel weinig vitaal in deze regio. En van daaruit is uiteindelijk gezegd met MRDH, Economic Board, Zuid-Holland, et cetera. We maken een Human Capital Agenda. Ja. En daar gaan we met elkaar mee aan de slag. En bijvoorbeeld een van de dingen daarin is dat Hans terecht naar voren brengt. Onze MKB'ers zijn zich helemaal naar aan het werken elke dag. En kunnen niet ook een HR-beleid. En kunnen ook niet kijken van omscholing. Dus wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen is inderdaad die vraag proberen te collectiveren. Hè, die individuele vraag. En dan te kijken van jongens, wat zien we? Een tekort in bepaalde sectoren. Kunnen wij dan zorgen dat we voor dat tekort mensen omscholen en daarheen brengen. In het Westland bijvoorbeeld, met de tuinbouw, is zo'n collectief akkoord gesloten om te kijken, kunnen wij mensen scholen uit de ICT of uit andere sectoren naar het ICT-werk in die sector. Dan hoeft niet de individuele ondernemer die scholing te doen, maar dan doen we dat voor, dan collectiveren we eigenlijk die vragen en dan steunen we dat vanuit de Human Capital Agenda. En dat, ik denk dat we dat echt de komende tijd heel erg moeten doen. En ik denk dat we ook mensen hebben op dit moment. Want de ellende is dat de mensen natuurlijk ook vrijkomen vanwege bedrijvigheid die stopt. Mm-hmm. Maar die wel weer in kan gezet worden voor die nieuwe economie. En die kennis en kunde die wil je zo snel mogelijk weer ten verdienste brengen. De vraag is natuurlijk eigenlijk, bij wie ligt dan een soort van eindverantwoordelijkheid? Wat is de positie van de MRDH in deze? En precies daarover hebben wij een stelling voor je. Je mag eens of oneens aanklikken. We gaan hem nu in Mentimeter zetten. Onderwijs en leven lang ontwikkelen is een taak van de Rijksoverheid. Stellen wij hier, ben je het eens of ben je het oneens? En dat er een ministerie van Onderwijs in Den Haag zit, dat hoef ik aan mevrouw Van Bijsterveld niet uit te leggen. Maar dat wil niet zeggen dat alleen maar een taak is van de Rijksoverheid. Dat kan ik wel zeggen. Dat klopt. Maar zit daar hier een taak voor gemeenten, voor samenwerkingsverband van gemeenten zoals de MRDH? Omdat er misschien grote regionale verschillen zijn. We zien dat de kijkers zijn waren aardig verdeeld. Nu neigt de kleine meerderheid, 63%, dreigt naar eens. Een derde is het met de stelling oneens. Nu 40%. Er zijn nog wat verschuivingen hier, maar in het aantal stemmen. Wie reageert er aan tafel op de uitslag? Ja, kijk, de landelijke overheid kan natuurlijk een aantal randvoorwaarden stellen. Maar uiteindelijk, we praten hier over maatwerk en aandacht. Hè? Mm-hmm. Kijk, want we hebben het net over het Westland. Maar dan vind ik weer een hele andere economie dan de economie in de Haagse binnenstad of in Rotterdam. Dus je zal maatwerk lokaal, regionaal moeten organiseren. Dat is monnikenwerk, hè? Want even terug te komen. Westland heb je nog een redelijk eenduidige economische structuur. Ja. Hè? Ja. Daar is glastuinbouw centraal. Glastuinbouwers, ja. Maar in een stad als Den Haag lopen alle sectoren dwars door elkaar heen. En dat vraagt om langdurige aandacht en maatwerk. En ik geloof heel erg ook in die voorbeelden. Wat jij hier geeft, zo'n voorbeeld, vind ik fantastisch. Moeten we nog veel meer met elkaar doen. Ja. Dat brengt ondernemers op ideeën. En die inspiratie die hebben die ondernemers op dit moment heel hard nodig. Maar de kennis en de kunde zitten dus wel lokaal. Ja. Maar ik zie ook vanuit de Human Capital Agenda bijvoorbeeld en de samenwerking met de provincie, daar is nu een heel mooi traject gestart om jongeren een baan aan te gaan bieden. En dat is nu voor 150 jongeren die moeilijk hebben om op de arbeidsmarkt te komen. En dan zie je toch dat die rol van ook van een provincie, maar ook van de Rijksoverheid. Ja. Die Rijksoverheid moet daar wel ook een soort aanjagende, investerende rol in gaan vervullen. Nu 1,5 miljoen die uitkomst gaat. Die klopt gewoon. Het is NN. Het is NN. Wat Hans aangeeft, hè, dat je dus inderdaad allemaal individuele situaties hebt. Dat zal altijd zo zijn, want we zijn heel conform. Maar
dan kan je dat stimuleren als overheid of niet. Ja. En als de overheid bijvoorbeeld met individuele vouchers gaat werken, hè, voor mensen die gewoon hun eigen scholingsvraag mee op de pad kunnen, en wij kunnen regionaal een goede infrastructuur neerzetten, dan zijn dan we daar. Kan je dan dingen met elkaar maken. Ja, en dat je dus ook mensen stimuleert om dan een scholing te doen in een sector of richting een sector waar straks werk in zal zijn. Want dat is dan natuurlijk ook nog het liefst ook nog in de regio. Maar dat is wat we stimuleren, want ook dat plan, bijvoorbeeld die samenwerking met de provincie en de Human Capital Agenda, die gaat juist op de gebieden waarin we zien, daar zit de groei in en daar zit de innovatie. Ja. En daar willen we onze jongeren naartoe brengen. Ja, wij gaan tot een afronding komen. Wij constateren dat jullie als kijker zeggen, nou, het is ongeveer 50-50 qua stemmen. In het filmpje zagen we ook dat een heel groot gedeelte van de kinderen die nu op de basisschool zitten, die hebben straks over 10, 15, 20 jaar, we hebben een beroep wat we nu nog helemaal nog niet kennen. Nee. Hoe kun je eigenlijk überhaupt daar beleid op maken? Hoe kun je onderwijs daarop inrichten? Ja, dan heb je natuurlijk ook het Rijk nodig, want dan gaat het toch over het initieel onderwijs, wat te zeggen tot je diploma, hè? Ja. Tot je startkwalificatie. Dat moet enerzijds natuurlijk op vakmanschap gericht zijn. Dat betekent op het leren van een vak. Maar je moet ook zorgen dat je een aantal skills hebt, aantal instrumenten, aantal vaardigheden hebt die maakt dat je heel snel kan switchen. En eigenlijk gelijk na dat diploma moet gewoon een leven lang ontwikkelen. Direct aangekoppeld zijn. Dus het stopt nooit. Leo, want ik ben benieuwd, hoe werken jullie samen met onderwijsinstellingen om dus die stap te maken? Mensen die 30, 40 jaar geleden zijn opgeleid, die hebben even een update, laten we zo zeggen, van sommige skills. Ja, precies. Dus waar wij ook op inzetten zijn op doorlopende leerlijnen. Dus wij zijn zowel met mbo als hbo nu, maar we zijn ook aan het onderzoeken of we ook vmbo daarin kunnen betrekken. Ja. En ook mensen die een afstand op de arbeidsmarkt hebben. Maar vooral ook die ondernemer zelf, die inderdaad misschien 25 jaar geleden uit de schoolbank is gekomen, maar het zich niet kan veroorloven, zeg ik even heel plat, om maar achterover te leunen. Die zal mee moeten gaan om aan te haken. En met name op het stukje vaardigheden, het omgaan met alle techniek die er is, het omgaan met alle social media die er is, dat vraagt gewoon een stukje vaardigheid. Ja. Een andere manier van communiceren, een andere manier van je klanten te brengen. Ja, en dat is dan specifiek als jij het hebt over de retail. Daarom heb je ook deze twee innovaties meegenomen. Dan gaat het om de stap naar digitalisering. Misschien een online retailkanaal daarnaast openen. Maar als je dat gewoon de arbeidsmarkt breed bekijkt, geldt dat natuurlijk eigenlijk voor alle sectoren. Hans, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Wat is nou jouw grootste wens? Want één ding is zeker, de arbeidsmarkt van de toekomst zal niet een kalme, rustige arbeidsmarkt zijn waarin mensen een baan voor het leven hebben die ze 40, 45 jaar uitoefenen. Dat weten we zeker. Hoe die eruit komt te zien weten we nog niet precies zeker. Ja. Wat is je wens als het daarom gaat om dat leven lang ontwikkelen? Nou ja, wat eigenlijk hier besproken is, hè, we moeten dus alle lagen in het bestuur moeten met elkaar samenwerken. Dus landelijk moeten een aantal dingen doen. Lokaal, regionaal moeten we dingen doen. Maar het belangrijkste is inzetten op, zeg maar, aanpassingsvermogen. Hè. En dat is, klinkt een beetje als een open deur, maar je leert op school iets. En dat geldt voor mij als ondernemer exact. Als ik met de kennis van 30 jaar geleden nu zou moeten starten, zou ik helemaal kansloos zijn. Dus je moet ook als ondernemer moet je blijven ontwikkelen. Ik ga mij ook richting de verkiezingen straks bij de formatie daar volop inzetten. Ja, ja. Dat we dat leven lang ontwikkelen ook voor die ondernemers gaan aanbieden. Zeker die kleinere ondernemers. Die hebben dat op dit moment hard nodig. En dan rijden er heel veel rotonden. En die denken, jeetje, welke afslag nu? En ik wil ze graag een klein beetje helpen juist de afslag te kiezen. En dat helpt dan uiteindelijk ook weer om de werknemers te begeleiden en dat leven lang ontwikkelen ook serieus waar te kunnen maken. Wat goed, ga door met deze missie. Dankjewel. Dat geldt ook voor mijn andere gasten. Blijf nog even aan tafel zitten, want wij gaan hier door met het programma. We hebben namelijk jullie opgetrommeld en we hebben niet alleen deze geweldige gasten opgetrommeld, maar ook jullie en al die andere stakeholders van de metropoolregio om met elkaar aan de slag te gaan. Het woord samenwerken, het samen doen valt eigenlijk in elk gesprek. En dat gaan we ook tot uiting brengen in dit muzikaal intermezzo. Vijf jonge helden van het Koninklijke Conservatorium hier in Den Haag. Die gaan voor ons spelen. Die gaan dat met behoorlijk wat energie doen. Dus doe thuis ook lekker mee. Dan heb je ook weer energie voor het programma wat hier verder gaat. Trommel dus lekker rustig mee op je tafel. Ik kijk ernaar uit. En hier in de zaal mag ik het horen voor de Iberian Percussion Group.
Thank you guys so much. Thank you, thank you, thank you. The Iberian Percussion Group. Er wordt hier gezegd door Marja van Bijsveld, er komt een Movio-clubje, maar dat ging er even hard, ging dat erop. Wellicht de energie van de regio. Mensen wellicht thuis die in één keer heel snel het geluid zachter moesten draaien. Nou, je kan hem nu weer omhoog draaien hoor. De jongens die zijn aan het inpakken. Maar ze komen straks aan het begin van de borrel nog één keer voor ons terug. Ik wil mijn gasten aan tafel heel erg bedanken. Margreet van Driel, Als Buzeuvel en Leo Valk. Dank jullie wel. Jullie gaan plaatsmaken, want we gaan naar de laatste ronde toe. We gaan het hebben over mobiliteit en duurzaamheid. De kansen die er ook liggen in de mobiliteitssector. Vandaar ook deze bijzondere plek die we hebben gevonden. En natuurlijk ook mag daar zijn als het gaat om het openbaar vervoer, ook de link met de MRDH. Dus ik ga aan tafel halen vragen Bruno Bruins, Simon Fortuyn en Niels van Oort. Die mogen alle drie gaan zitten. Niels van Oort, net al eventjes genoemd. Toch een van de Delftse parels, zoals de burgemeester dan zegt. Je bent Simon Fortuyn, is wethouder bij de gemeente Langsingeland en ook regiobestuurder bij de MRDH. En Niels, wat doe jij dan? Co-director Smart Public Transport Lab aan de TU Delft. Werkte ooit bij de HTM. Je hebt daar een jongerennetwerk opgezet. En je bent ook vervent drummer. Dus je hebt je misschien net moeten inhouden. Of zat jij ook een beetje mee te roffelen? Ja, een beetje. Het is niet mijn genre. Maar het is wel. Ik vind het leuk om te trommelen. Ja. Het was wel genieten. En als laatste aan tafel aangesloten Bruno Brent. Natuurlijk tot voor kort minister van Medische Zorg en Sport. Wat ongelooflijk fijn om je hier weer aan tafel te hebben. Gezond en wel. Gezond en wel, gelukkig. Fijn om jullie hier allemaal te zien in het OV-museum van HTM. Ja. Veel oude trams, maar dat past zo'n oude Bruins past daar nog heel goed bij. Dat past een oude natuurlijk geen onbekende in de regio. Was wethouder van verkeer en vervoer in Den Haag. En ook bestuurder van de regio Haaglanden. Een van de voorlopers van de MRDH. En dus sinds 28 september algemeen directeur van de HTM. Eigenlijk als tijdelijk, hè? Want Jaap Bierman heb jij nu opgevolgd. Ja, Jaap Bierman is ziek. Hij heeft kanker. Hij werkt aan zijn herstel. En wij richten ons allemaal met heel veel energie op zijn terugkomst. Ja. Ergens in de tweede helft van volgend jaar. En tot die tijd mag ik zijn stoel warm houden. En als Jaap weer terug is, dan schrijf ik weer verder. En dan wachten we ongetwijfeld een andere mooie opdracht. Ga ik weer iets anders doen. En tot die tijd bij de HTM. Dus ook een beetje terug hier in de regio eigenlijk. Ja, heerlijk. Ja, nou, wij wonen hier op Scheveningen. Dus wat dat betreft altijd in de buurt. Maar het is heerlijk natuurlijk om eerst naar het kantoor van HTM te fietsen. Dat deed ik. Vanmorgen ben ik begonnen op straat trouwens. Er was een breuk in een rails. En ik mocht meehelpen om dat beton eruit te trillen. En dat is heavy werk, kan ik je verzekeren. Ja, ik kan vannacht heel erg goed slapen. Maar daarna even naar kantoor bij HTM. En dan op je fietsje hier naartoe. Dat is allemaal geen straf. Dat alleen al klinkt heel fijn. Ja. Nou, nogmaals, ontzettend fijn dat je bent. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere tafelgasten. Wij gaan spreken over mobiliteit. En dat doen we in de breedste zin van het woord. Dus we gaan het natuurlijk hebben over trams. En over de andere diensten die HTM aanbiedt. Maar mobiliteit is ook veel meer dan dat. Zeker in deze veranderende tijden. We zien dat fietsen neemt toe. Tot vreugde denk ik van iedereen hier aan tafel. Want dat is om allerlei redenen goed. Maar ook het gebruik van allerlei deelmobiliteitsconcepten. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de mobility as a service diensten. Dat je gewoon eigenlijk per rit kijkt. Eigenlijk doet Bruno Bruins dat al. Hè? De ene keer zal dat een auto zijn. De andere keer een fiets. En soms ook eens een keer een tram. Dat je per verplaatsing bekijkt inderdaad. Wat nou de beste methode is. Ja. Als eerst heb ik voor jou, als je zit te kijken, een mooie stelling voor je. Wij zien dat de reizigersaantallen zijn volgens mij met 45% teruggelopen. Maar wij stellen hier, over een jaar zijn we in het OV terug op de reizigersaantallen van voor corona. Ben je het daarmee eens of oneens? Geef die input maar weer. Laten we daar als eerst even over praten. Want als het gaat ook om de investeringsagenda, ja, waar investeren we dan eigenlijk op? Ik denk dat Bruno Bruins zegt namens HTM, ja, kom maar op, we hebben nog meer nodig, want dan kunnen we mooie hubs bouwen. De vraag is dat eigenlijk wel nodig? Als we nu kijken naar de uitslag die binnenkomt, zie ik dat 69% van de kijkers die verwacht niet dat over een jaar we weer terugzitten op het oude niveau. Maar we doen het ook niet voor een jaar, we doen het natuurlijk over een langere periode. Kijk, als je naar mobiliteit kijkt, de laatste 10 jaar is in deze regio, tot en met Langsingeland aan toe, is de mobiliteit in zijn geheel een procent of 14, 15 gegroeid. Maar het OV is denk ik een procent of 40, 45 gegroeid. Dus, en dat is toch een kwestie van lange lijnen trekken, ook door de tijd heen. Dus investeringen zijn absoluut de moeite waard.
En het is een goede vraag, want we willen natuurlijk door die coronadip weer de toekomst inkijken. En dan moet je dat soort grote projecten ook weer beetpakken. Nou, daar gaan we het vanmiddag vast over. Ja, ja, en ik denk ook, sorry, mevrouw Bijsterveld, moet even reageren. Even één klein puntje, want dan ga ik toch naar jou. Maar er wordt 170.000 woningen gebouwd, hè, hier de komende jaren in deze regio. En die mensen moeten zich verplaatsen. Hoe we dat gaan doen, dat wordt nog best wel een kleine uitdaging. Ja, daar wou ik nou precies op inhaken. Het is over de komende 10 jaar. Hè. Ik bedoel, we hebben het niet. We willen naar pakweg 400.000 inwoners in de komende pakweg 15 tot 20 jaar. Ja. 240.000 woningen in deze regio alleen al, hè, dus in de zuidelijke Randstad. Ja, dan is het ongelooflijk belangrijk dat we juist gaan investeren in de robuustheid van die netwerken. En we hebben net geleerd in de vorige tafels, alles wat je moet doen is verbinden. En we hebben geleerd met corona in maart, dat het is goed dat wij glasvezel in de grond hebben liggen. Dat we daar geweldig in geïnvesteerd hebben in de voorgaande jaren. Want we waren in staat bij de corona-uitbraak op een ongelofelijke manier met elkaar verbonden te zijn. En je moet eigenlijk het openbaar vervoer, maar ook de multimodaliteit, hè, denk aan fiets, denk aan auto, denk aan water, denk aan OV. Ja. En alle andere middelen die er zijn, ook in deelvervoer. Die hebben we nodig om met elkaar in verbinding te komen. Als wij het over agglomeratiekracht hebben, dan hebben we het niet alleen maar over de economieën verbinden, maar het gaat over kennisverbinding. En het gaat over die energietransitie. Het gaat over alles wat heeft te maken met de zuidelijke Randstad. En we leveren met Zuid-Holland vanaf de lijn Dordrecht naar Leiden, ook de oude lijn, leveren we gewoon 25% van het bruto nationaal product. Met een extra plus. Dus ja, wat mij betreft is dit geen thema. Komt het terug? Duurt langer? Ja. Het duurt langer dan een jaar, maar die reizigersaantallen komen terug. Hè? Zeker weten. Een verwachte reizigersgroei van 3% per jaar. Nou ja, tel dat door. Hè? Ook omdat je dus niet wil dat al die nieuwe inwoners hier in de regio met de auto gaan. Maar vooral dat ze al die andere mobiliteitsconcepten gaan gebruiken. Het is mooi wonen in Lansingerland. Dat is geen stelling. Dat is gewoon een feit, Simon. Komt dat ook omdat Lansingerland goed bereikbaar is op al die verschillende manieren? Of zijn nou, ik denk... Ja, nou, er zijn ook wel andere dingen. Wij hebben natuurlijk een fantastische tuinbouw, maar in de zin van de veredeling en van de innovatie die plaatsvindt. Goede verbinding, want je woont landelijk zonder dat je geïsoleerd bent. Want je bent niet geïsoleerd. Maar het zou natuurlijk wel wat robuuster kunnen in het hele OV-netwerk. En dat is ook een van de elementen die meespeelt, is natuurlijk hoe krijgen we nou die verbindingen goed voor elkaar. Als je uit Zoetermeer komt en je wil naar Rotterdam, dan ben je eerder in Utrecht dan dat je in Rotterdam komt. Dus er moet wel wat verbetering komen in het netwerk aan zich. En dat geldt natuurlijk ook voor de viersporigheid waar we het over hebben, met die bouwopgaves waar Rotterdam voor staat, Den Haag voor staat, Rijswijk voor staat, Leiden, Dordrecht, maar ook Delft. Daar gaat een enorme verstedelingsopgave plaatsvinden, maar ook aan de randen van de OV-knooppunten. Daar speelt ook de lijn Zoetermeer, Lansingerland mee, Rotterdam en Delft. Want dat zijn enorme potentiële locaties waar niet te vergeten, we hebben het niet over wonen, maar er is bijna geen stikstofprobleem. Dus als we willen bouwen, dan moet je het in deze regio gaan doen. Die opgave ligt er ook. Dus wat mij betreft, morgen de paal erin. Kom op, morgen de paal erin. Dat is een duidelijke oproep. Ik wil even naar Niels, want jullie doen ook natuurlijk onderzoek naar hoe de mobiliteit gaat. En kijken ook naar alle innovaties op mobiliteitsgebied. Net in de introductie van dit blok noemde ik er al een paar. Waar zie jij grote kansen voor de toekomst? Nou, wat voor ons belangrijk is in de toekomst van het OMV, dat werd eigenlijk al gezegd, hè, van wij zijn eigenlijk op zoek naar de optimale mix van modaliteiten. En dat is niet per se alleen maar OV of alleen maar fiets. De mix op verschillende plekken, op verschillende momenten. En wat ik een interessante vraag vind, hoe al die modaliteiten helpen om bepaalde beleidsdoelstellingen na te streven. Ja. Dat gaat niet alleen om mensen van A naar B te brengen, dat is natuurlijk de basis, maar dat gaat ook om economie, dat gaat om ruimteefficiëntie, dat gaat om sociale inclusie, of kan gaan. En dat gaat om het klimaat, wat net ook al genoemd werd. Ja, en er zijn een aantal innovaties. Vraaggestuurd openbaar vervoer, zelfrijdend. Werd in de innovatie top 5 stond die OV en autonomous vehicles last mile in goed Nederlands werd genoemd. Daar zijn denk ik de verwachtingen waren daar hoog gespannen van zelfrijdende auto's. Nou, we zien dat dat toch nog best wel ingewikkeld is, maar daar gaan wel dingen gebeuren. En in Rotterdam zien we het al gebeuren als last mile van het metrostation. Ik denk dat dat kansrijk is. Ik denk dat vraaggestuurd openbaar vervoer kansrijk is. Maar laten we niet vergeten dat de basisvormen van openbaar vervoer, dat is hoogwaardige bus, dat is hoogwaardige rail. Ik woon zelf in Leidschendam bij Randstrail. Dat is een goed concept. Grote groepen mensen, betrouwbaar, comfortabel, snel van punt naar punt. Eigenlijk is dat de basis die op orde moet zijn. En voor de last mile noem je ook een aantal interessante dingen.
Bruno Bruins, op weg hier naartoe naar de remise kwam ik langs Winkhorst. Dat weet ik, dat wordt zeg maar de innovatiehub. Hè? Al die autosloperijen zo die daar zitten, dat verdwijnt. Daar komen woningen, daar komen allemaal... Oh, dan ben je wel, heb je wel een ommetje gemaakt als je nog een autosloperij hebt gevonden. Ja. Er zit er nog een enkele. Ja, maar er zit nog wel wat. Er zitten ook hele andere mooie plekjes daar. Er zitten fantastische restaurants. Je kunt er bierbrouwerijen bezoeken. Zo. Maar jij hebt de autosloperij gezien. Maar een autosloperij kan ook iets heel moois zijn als je daar van oude auto's houdt. Maar goed, we hebben... En je vraag was? De vraag komt nu. Het wordt een hub. Daar participeert natuurlijk de HTM ook in. Wonen, werken, alles dichtbij. Verschillende mogelijkheden van vervoer. Is daar grote behoefte aan? Verwachten jullie niet dat het eigenlijk even doorgaat op wat Niels net zegt? Als je maar gewoon je lijnen voor elkaar hebt, zeg maar het grote bulkvervoer, dat genoeg is? Nee, dat heeft Niels niet gezegd, maar daar zou dan te weinig urgentie uitspreken. Kijk, het is zoals de burgemeester zegt, er worden hier woningen toegevoegd in de regio. Niet alleen in de Binkhorst, maar ook richting Zoetermeer, Landsingeland. Mm-hmm. En als we het nou goed willen doen, dan zorgen we dat meteen het openbaar vervoer op orde is. Dat als die nieuwe woningen worden gebouwd, bij wijze van spreken, dat er dan op de schoorsteenmantel van zo'n nieuw huis een OV-kaartje gereed ligt voor alle gebruikers. Ja. Want anders wennen de mensen aan die tweede auto en dan gaan ze toch weer andere vormen van vervoer kiezen. En wij willen natuurlijk graag aan deze tafel dat je dat openbaar vervoer, maar ook de deelfiets... Wij trekken ook zo op in de regio. Ja. We kunnen niet bouwen zonder bereikbaarheid. En je kan niet een bereikbaarheid organiseren zonder woningen. Het gaat om de hele keten. Dat moet ook een helder signaal zijn naar het Rijk. Hè? Ja. Want zonder geld geen Zwitsers, om maar even zo te zeggen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is die fiets. Hè? We hadden het net over de fiets. Nou ja, ik zeg altijd, bij ons in Delft lijken net konijnen. Elke keer als je ergens komt, staan er weer meer fietsen. Maar daar zullen we echt, echt iets mee moeten. En daar heeft de MRDA een hele belangrijke rol. Precies. Want dat moeten, ik weet wel, ooit hebben we het over die slow lanes gehad. Van onze vriend die ook het Haagse, of het Rotterdamse station ontworpen heeft. Ik ben even de naam kwijt. Maar die had het echt over, je moet echt hele goede verbindingen gaan krijgen tussen die steden. Zodat eigenlijk steeds meer mensen die fiets gaan pakken. Maar we moeten ook kijken waar later... En ik denk dat het OV ook die fiets moet omarmen. En dat zie je gelukkig ook gebeuren. HTM heeft zijn eigen deelfietssysteem. We zien andere deelfietssystemen. Ik denk dat de OV-fiets lopen. Dat als we naar duurzame mobiliteit willen. En dat willen we volgens mij, dan zijn dat volgens mij de kernen. Dus niet OV tegen de fiets, maar het OV met de fiets. Ja. Het is ook hier kunnen we zeggen, het is een en-en. Daar hoort wel nog een stelling bij die ik wil voorleggen. Want we constateren dat ongeveer 1/3 van de kijkers die zegt nou, dat de reizigersaantallen over een jaar weer op het niveau van voor corona zijn. De meerderheid niet. Er is ook niet echt veel discussie over aan tafel, want dat heeft even tijd nodig. Maar de vraag is, misschien worden een aantal van die transities, ook wel de thuiswerktransitie, wordt natuurlijk versneld door corona. En daarover gaat de volgende stelling. Wij stellen namelijk dat iedereen met een kantoorfunctie moet minimaal de helft van zijn tijd vanuit huis kunnen werken. Dat zou gewoon iets kunnen zijn wat we afspreken of wat we aan werkgevers gaan opleggen. Als je dat namelijk doortrekt, dat betekent zou wel eens kunnen zijn dat ook gevolgen heeft natuurlijk voor de mobiliteit. Misschien ook wel voor de woonbehoeften. Dat er misschien minder mensen in de binnenstad van Den Haag willen wonen. En misschien meer mensen bij Simon Fortuyn in Lansingerland. Omdat je nog maar 2 dagen in de week naar een kantoor in Den Haag of Rotterdam hoeft te reizen. Maar Bruno Bruins, dat betekent ook dat je misschien wel je vervoer anders gaat inrichten. Ook als HTM. Zeker, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het tempo van groei van openbaar vervoer en ook deelgebruik van de OV-fiets en andere vormen van mobiliteit, het tempo is misschien iets meer uitgesmeerd. Want na corona zullen we iets meer tijd nodig hebben om weer terug te komen in de cijfers bijvoorbeeld van 2019. Ja. Maar deze stelling drukt wat mij betreft te weinig de urgentie uit. Als we zeggen van nou, het kan wel met een beetje minder. Nee, we zullen echt vol op het orgel moeten om die OV-verbindingen, die Koningscorridor waar we over spreken in de Binkhorst. Maar er zijn andere verbindingen zoals de oude lijn die de wethouder noemt. Die moeten we gefinancierd krijgen. Die woningbouw en die mobiliteit, dat zijn twee helften van één Maartenburgerbol. En die moeten we wel samen aanpakken. Ja. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel in dit geval. Je moet nu die tijd benutten. Hè, omdat je even die teruggang hebt, moet je eigenlijk benutten. Exact. Om te zorgen dat je niet achter de ontwikkelingen aanloopt. Mm-hmm. Maar dat je eigenlijk toch gelijk op gaat lopen. Ja. In die combinatie. Ja. Dat je het moment het is een momentopname, Niels. Ja. Zeg jij ook. Als we even kijken naar de resultaten van de stemming. We zien hier een hele overgrote meerderheid van 80-90% die zegt, die is met de stelling in ieder geval
eens is dat thuiswerken, dat blijft erin. En dat is ook echt gewend. Ja, dat zien we ook wel terug uit ons onderzoek. Hè. 50, 60% van de mensen geeft aan meer thuis gaan werken na corona. De vraag is alleen dan welke dagen. Hè. Die vind ik nog wel interessant. Ja, dan allemaal woensdag en vrijdag gaan thuiswerken. Precies, en op dinsdag en donderdag gaat iedereen alsnog in de file staan. Ja, niet wel mogelijkheden. Daar spelen natuurlijk ook, laat ik zeggen, de grotere steden mee. Ook met scholen en onderwijs. Hè. Want dat was natuurlijk ook een probleem. Dus door dit, het hybride werken, alles is fluïder geworden door corona. Daarmee hebben we ook wel de bestaande patronen redelijk weten te doorbreken. En ik vind dat we heel veel kansen hebben uit het nadelig dat we een pandemie nodig hebben, ons eigenlijk zo versneld hebben in de digitalisering. Hebben we het net ook al gehad. We zijn ongeveer een weekend overgegaan naar online colleges. Ja, nou, wij zijn allemaal techneuten, maar dat wil niet zeggen dat we dat allemaal hadden gekund zonder. Nee, maar dat biedt wel mogelijkheden. Maar het kon natuurlijk qua internetverbindingen en qua systemen kon het al jaren. Maar er moet ook een momentum zijn. Ja. Dat hebben we, laat dat dan een van de opbrengsten zijn die we van dit lastige jaar hebben gehad. Maar wat Niels net zei van wanneer gaat er dan gewerkt worden? Hè? Daar zal ook gewoon de overheid, lokaal en regionaal, zal je ook een zekere regie moeten pakken. Om gewoon te kijken van oké, mensen, hoe gaat het dan in ons bedrijfsleven? Kunnen we met elkaar afspraken maken met het onderwijs? Wanneer er welke dagen fysiek onderwijs, wanneer digitaal? Dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Ik vind nu in coronatijd proberen we openbaar vervoer goed te hebben en te houden. Ja. Maar wel met een wat meer gespreide spits, zodat mensen niet met opgepropt in die tram en bussen staan. Met het onderwijs kun je eigenlijk hele goede afspraken maken. Maar als ik deze middag mag gebruiken om ook aan werkgevers te vragen om die werktijden nog wat meer te spreiden, dat zou ongelooflijk helpen. Ja. Wij gaan richting een muzikale afronding. Ik wil mijn tafelgasten heel erg nog even vragen om aan tafel te blijven zitten. Jullie worden zometeen bedankt. Want bij ons is een theatermaker, een muziektherapeut, liedjeschrijver. Ze toerde 2 jaar met haar voorstelling Vieren Vrouwen door Nederland. En als gezegd, vanmiddag is ze bij ons. Mag ik een groot applaus voor Barbara Bredijk. Ja, dank u wel. Het gaat niet om de bestemming, maar om de bereikbaarheid. Hoe kom ik van A naar B? MRDH denkt met je mee. Toen burgemeester Jan aan het werk was in Utrecht en Amsterdam, keek hij vol jaloezie naar het MDRH. Wij weten nu wat de reden van zijn overstap is naar Den Haag. En hij kan niet wachten om alle Hagenezen te begroeten. Maar voorlopig zal de burgemeester alleen mensen uit eigen kring ontmoeten. En om jezelf de crisis uit te innoveren moet je digitaliseren. Zeker volgens Otto Raspe. En Marja van Bijsterveld zei, je kunt niet innoveren zonder te delen. We moeten elkaar dingen gunnen. Dat is iets wat we kunnen. En 57% van u, wethouders, burgemeesters en gedeputeerden en ambtenaren, zeggen dat we dat zonder het Rijk kunnen. Nou, we gaan het ervaren. Want het gaat niet om de bestemming, maar om de bereikbaarheid. Hoe kom je van A naar B? MRDH denkt met je mee. Ja, en bij een leven lang ontwikkelen denkt u meteen aan Zoetermeer. En wethouder Margriet en Maya van Bijsterveld zagen dat verband niet, maar Zoetermeer is de plek, sprak Joost, onze host. Ja, en Leo Valk, de James Bond van Nederland, zorgt dat de retailer zich met de spuibril kan verplaatsen in de klant. Top innovatie, Leo, fantastisch. De naam is Valk, Leo Valk. Oké. En LLO is een taak van de Rijksoverheid. Dat zei u dan wel, althans, de meerderheid. En voor een vak wat nog niet bestaat, wordt u opgeleid. Ik zeg, LLO is het nieuwe YOLO. En het gaat niet om de bestemming, maar om de bereikbaarheid. Hoe kom ik van A naar B? Het MDRH denkt met je mee.
Ja, en tafeldame Maya die biechtte op dat ze zo genoten had van het vioolclubje. En ze trilde nog lekker na. En in dit historisch museum voelde de oude Bruin zijn woorden, hè, zou ik nooit zeggen, zich heel erg op zijn gemak. En hij kwam op de fiets, deze man. En als u zich afvraagt wat Simon Fortuyn morgen gaat doen, nou, dat is een paal in de grond slaan. En hij zorgt ervoor dat over 2 jaar voldoende huizen in deze regio staan. En dan zorgt hij persoonlijk voor een goede verbinding tussen Zoetermeer en Landsneerland en alles ertussenin. Want het gaat niet om de bestemming. Nou ja, dan bij Simon wel, denk ik dan, hè, dat je er komt. Oké, dan wil ik eigenlijk afsluiten met... straks gaat Joost de host alles vertellen over de borreltijd. En ik zou zeggen, pak die Haagse harde uit de doos. En daar helpt het MDRA dus ook mee. En de gemeente Den Haag. En ik ga naar Zoetermeer. Dag! Wauw! Barbara Vredijk. Dankjewel. Barbara, dank je zeer. Dat is inderdaad ook het moment om Niels van Oort te danken. Om Simon Fortuyn te bedanken. En natuurlijk ook Bruno Bruins. Dit is dan die borrelbox. En als het goed is, heb je deze ook opgestuurd gekregen. Ja, de Haagse harde wordt er al gezegd. Nou ja, goed, dat is dit worstje dus. Die zit erin. Je kunt een lekker biertje pakken. Er is aioli. Kortom, het wordt tijd om ook jezelf een beetje te verwennen. We gaan niet vragen in Mentimeter of je deze netjes dicht hebt gelaten. Want ik weet het antwoord al. Dat heb je niet. En waarschijnlijk is die ook al leeg. Of is deze fles misschien zelfs al geopend? Hoe dan ook is het tijd om een borrel te drinken op die mooie samenwerking. Of niet, waarde tafeldame Marja zeker, van Bijsterveld. Zeker, altijd goed hoor. Maar, Dankjewel ook voor je komst naar hier. Ik ga ook nog vertellen hoe dat dan verder gaat, die borrel. Want zometeen kun je hieronder in beeld. Dan kom je in een van onze borrelboxen terecht. Of babbelbox moet ik eigenlijk zeggen. Kies even een kleur van jouw keuze. Er zijn 6 kleuren. Kies gewoon de kleur die het beste bij je past. Ga dus niet allemaal bijvoorbeeld op rood of op blauw zitten. Want dan zijn die andere boxen leeg. Kies gewoon at random een kleur. Daar ontmoet je gelijkgestemden. In ieder geval mensen die ook die kleur hebben gekozen. Trek dan iets lekkers te drinken open en neem wat te knabbelen. En praat met ons door. Praat verder over de MRDH. Over de mooie samenwerking hier in de regio. Over het succes. Wat is zelfs in Amsterdam, hebben we inderdaad gehoord van de voorzitter aan het begin van dit programma. Waar er toch met jaloerse blikken naar wordt gekeken. In die andere metropoolregio moeten ze sowieso nog heel veel leren. En dat gaat hier volgens mij al uitstekend. Dat gaan we vieren. Dus met de borrel, dankjewel voor het kijken. Wij gaan hier nog even door. Want de Iberian Percussion Group die gaat nog even voor ons spelen. En vergeet dus niet zometeen hier onderaan te klikken in de stream. Op een kleur naar keuze. En dan kom je in een van je babbelboxen. En daar ontmoet je gelijkgestemden met worst en met, wat hebben we nog meer, met nootjes en met lekkers. Dankjewel voor het kijken. Tot volgend jaar. En hier nog één keer de Iberian Percussion Group. Hey.